Zo, een hele goede morgen, lieve, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zoals jullie zien, ik ben thuis in de omgeving. Waarom? Moet werken vandaag. En het is zondagmorgen. Rekening gehouden met de zomertijd, of tenminste de wintertijd, want de klok was een uurtje teruggezet. Dus alles bij elkaar. Top. Alleen, zoals ik al zeg, is dat ik nu moet gaan werken. Ja, scheersport. Dat kan gebeuren, dat wist ik. Dit is dan een van die dingen wat ik aangaf waarom dat ik dus moest gaan stoppen. Of tenminste waarom ik dus wilde stoppen met de verzorging. Dus dat komt dus door dit. Omdat ik af en toe een weekend moet werken of de weeks. En het rijden is lastig van Oorschot naar huis en dan naar het voetballen toe. Echt, dat probeer ik natuurlijk wel zoveel mogelijk daarbij uit te helpen. Omdat je thuis bent, krijg je ook andere dingen. Oftewel, er moet een hond naar buiten toe. Nou, dan moet ik lekker naar buiten. Hoppakee. En, ja. Er zijn dan van die dingen die er nou gebeuren. Nou, lekker. Kaas, madame, ik kan straks lekker tosti maken. Dus ja, dat zijn al van die dingen die er dan gebeuren. Dat je een zondag moet werken. Dan hebben we wel de mazzel gehad vandaag, dit weekend. Dat we gisteren gespeeld hebben. We hebben gisteren een bekerwedstrijd gespeeld. En die hebben we gewonnen. Ja, er staat een belletje aan de deur. Zoals jullie horen. Hoppakee. Nou. En zo gaat dat. We hebben gisteren een bekerwedstrijd gespeeld in Dieren. Gewonnen. 3-1. Maar. Ging niet. Eerst zelf niet heel makkelijk. Uitslag nu iets anders vermoeden. Maar het was rommelig. Het was een rommelige wedstrijd. Dit werkt ook niet. Maar goed, uiteindelijk nogmaals gewonnen met 3-1. En dat is belangrijk dat je er weer een ronde door bent. Nou, het was aan een zaterdag. Gelukkig was het gisteren hartstikke mooi weer. Super lekker weer. Dus dat was ook alweer een voordeeltje. Maar, nou, het is toch raar om dan op zaterdag te moeten gaan voetballen. Of raar. Eigenlijk is het niet heel raar. Maar wel dat je dan zeg maar nu zaterdag voetbald hebt en dat ik dan vandaag moet werken. Ik had dus eigenlijk voorgenomen dit seizoen om weekenden in te plannen als ik iets had. Ingepland met privé zaken dat ik dan niet nog een keer uit mijn voetbal ging. En hier had ik mij een beetje over verkeken. Ik had op een gegeven moment al toegezegd. En ik had nu op de rooster gekeken van werk. Of dat ik moest werken, ja of nee. Ah. Ik moest dus uiteindelijk werken. Maar goed, uiteindelijk is dat ook nog niet zo heel erg, omdat ik dan gistermiddag. Heb gespeeld. En niet dat je dan echt de hele dag kwijt bent. Gistermiddag gespeeld, 1 uur. Rond, hoe laat was het? 5:30 of zo, 5:45 was ik thuis. Maar ja. Dus dan heb je echt nog de hele avond verder voor thuis. En dan is het ook prima. Dan is het ook helemaal prima. Maar goed, zoals ik al zeg, is dus vandaag ook geen sporten. Dat is dan een ander puntje. Dat moet ik inhalen. Uiteindelijk kan ik dat morgen doen. Morgen ben ik vrij. Dus gaan we morgen vroeg gaan sporten. En dan, tja, dan gaan we dat maar inhalen. Dan gaan we dat inhalen. Goed. Nou, we zijn weer op de hoogte.
Nogmaals ook het feit dat ik dan vandaag niet zoals standaard gesport heb. Dat ik dan zeg maar in de auto dat ik in de auto zit en dit opneem onderweg naar huis. Of dat ik misschien al weer naar het bos ga om te gaan hardlopen. Nee, nog niet. Vorige week natuurlijk wel een heel positief stuk gehad. Dat ik een aantal keer op de loopband had gelopen. Met wat tempo ophogingen en sommige steadies. Dat steeds beter gaat. Dus dat is wel een voordeel. En ook prettig om dat te hebben. Maar, ik moet uitkijken. Dat ik dus niet te snel naar het bos ga. Dat ik denk, oh, het gaat goed, laat het maar doen. Nee. Ik wil echt serieus wachten tot in het voorjaar, dat ik me regelmatiger op de loopband heb gelopen en daarmee aan mijn conditie gewerkt heb en ook daarmee de belasting voor de kuiten op peil heb. Ik duik even buiten beeld. Brood onderpakken. Ook belangrijk. Goed, nou, dit was dan even van mijn kant uit een berichtje voor de zondagmorgen. Zoals ik zeg, de zondagmorgen is toch zo'n dingetje geworden. En dat wil ik, doordat ik nu ga werken, weet dat jullie niet achterhouden. Dat er nu vandaag geen sportvideo is. Of in ieder geval eentje na het sporten. Maar eentje voor na het werk. En zoals je ziet, gewoon zelf je bammetjes klaarmaken. Kan ik zelf het paard dat wil. Zoals ik al zeg, ik heb er nou een tosti van gemaakt. We hebben daar een tostijzer, dus we gaan lekker tosti eten. Goed, dat gezegd hebbende, ga ik deze afsluiten. En dan zou ik zeggen tot de volgende week. Dan wellicht weer wel een gewone normale video. Of wat heet normaal? Dit is ook gewoon normaal. Ik ben dit toch? Maakt er niks uit. Crazy. Goed zo. Nou goed, ik zou zeggen tot de volgende week. Ik hoop dat jullie deze ook leuk gevonden hebben. Buiten het feit dat ik dan niet ben gaan sporten. Maar oké. Duty calls. Zo. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Even duimpje omhoog als deze leuk vond. Even abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Dus ik zou zeggen tot de volgende keer. De groeten. En ik zeg cheese kaas.